We gaan het hebben over de toekomst van ons werk. Want een rapport van McKinsey waarschuwt nog maar eens voor de krapte op onze arbeidsmarkt. En die bedreigt onze economie en de brede welvaart, stelt de grote consultant. Dus die arbeidsmarkt, die moet op de schop. En dat betekent onder meer dat wij, Kees, werknemers, veel flexibeler moeten worden en zomaar 3 keer van beroep moeten wisselen gedurende ons werkende leven. Ben je al aan het solliciteren, Liesbeth? Ja, ik denk over een carrière in de techniek. Oh, leuk. Moet ik me wel even laten omscholen. Maar goed, Kees, kun jij dat rapport voor ons in een paar zinnen samenvatten? Ja, dat rapport gaat dus over hoe we de economische groei kunnen vergroten. Nou, 2 opties. Of meer mensen voor bedrijven of een hogere arbeidsproductiviteit. Ja, meer mensen hebben we niet. Dus de oplossing ligt dus bij die arbeidsproductiviteit. Maar ja, die is in ons land eigenlijk niet echt aan het groeien. Neemt juist heel langzaam toe. Maar ja, als we dan kijken naar de vergelijking met de VS. Als we het ook dan weer vergelijken met de jaren 60, 70 bij ons. Ja, dan is dat toch wel een hele trage stijging. De conclusie die McKinsey trekt is dat we mensen steeds daar moeten laten werken waar de arbeidsproductiviteit het grootst is. En daarvoor moeten mensen dus heel vaak van baan wisselen en ook heel vaak een nieuwe carrière beginnen als de arbeidsproductiviteit in een andere sector harder groeit. En dus dan moet je tijdens je loopbaan, misschien wel 4 keer worden omgeschoold om echt een radicale stap te maken naar iets anders. Dankjewel, Kees. En hoe dat in de praktijk zou kunnen uitpakken, dat ga ik bespreken met Jasper Luckese, hoofdredacteur van het economenvakblad ESB. En we proberen ook Hans Borstlap te bereiken, die je kent van het rapport Borstlap over de herziening van de arbeidsmarkt. Welkom, Jasper. Ja, goedemiddag. Wat viel jou nou als eerste op in dat rapport? Als eerste, ik neem dit soort rapporten altijd met een korreltje zout in. In 2017 zei McKinsey dat 30% van de banen weg zou gaan door AI. Mm. In 2018 dat we 100 miljard extra zouden kunnen verdienen in Nederland als vrouwen iets meer zouden werken. En nu moeten we 3 banen. Het zit lekker stevig aan, zeg maar. Aha, dus als jij een McKinsey-rapport onder ogen krijgt, zeg je nu eigenlijk, dan neem je dat met een korrelzout. Nou, ze serveren het met een flinke korrel zout. Zeg. Ja. Ze serveren het stevig, zeg maar. Het is natuurlijk wel degelijk een probleem met de beperkte groei van de arbeidsproductiviteit. Wat mij opviel aan de oplossingen is dat ze eigenlijk het marktmechanisme niet noemen. Wat je natuurlijk hebt als er productievere banen zijn en er is een arbeidstekort, dan verwacht je dat in de banen waar mensen productiever zijn, dat daar de lonen ook verder zouden stijgen en omhoog zouden kunnen gaan. Ja. Helemaal niet genoemd als deel van de oplossing. Het gaat vooral over dat mensen opnieuw opgeleid moeten worden. Wat denk ik helemaal prima is. En ze introduceren ook een heel interessant idee wat ze noemen een treintje van banen. Om te zorgen dat mensen ook in steeds andere banen terechtkomen. Ja, je viel even weg door de verbinding. Maar daar moet ik toch nog even aan wennen. Aan het idee dat ik dan op een gegeven moment, ik ben nu een blije journalist, en dat ik dan op een gegeven moment gestuurd word naar een andere opleiding en een andere school. Ja, het is dus heel raar. Want ze willen mensen sturen naar een andere school. Tegelijkertijd, wat je zou verwachten in een economie die een beetje werkt, is als jij als journalist veel te weinig betaald krijgt, je kunt elders veel productiever zijn, dat je daar zelf voor die andere baan gaat kiezen. En dat je naar die andere baan gaat, omdat je daar ook meer kunt verdienen. Ja. Dat gaat niet in. Het is veel meer dat mensen geholpen moeten worden naar een match en gestuurd moeten worden. Dus de markt halen ze een beetje uit de arbeidsmarkt. Wat me voor McKinsey best wel verbaast. Wij praten over het arbeidsmarktplan van McKinsey dat vandaag is verschenen. Dat doen we met Jasper Luckese, hoofdredacteur van economenvakblad ESB. En ook Hans Borstlap is bij ons. Die ken je van het rapport Borstlap over de herziening van de arbeidsmarkt een paar jaar geleden. Welkom, Hans Borstlap. Ja, goedemiddag. Ja, hoe leest u dat rapport? Is dit een goed advies van McKinsey? Of hebben ze een beetje uw eigen rapport goed samengevat?
Nou, dat laatste, daar is niets op tegen. Maar ze zijn veel verder gegaan weer. Nee, ik vind het echt een heel mooi rapport. Omdat het aangeeft dat er een enorme spanning is tussen de ambities die we met z'n allen hebben. Op het gebied van zorg, op het gebied van bouw, energietransitie, noem maar op. En allerlei trends die er zijn die precies de andere kant op gaan. Namelijk om die transities gewoon niet te halen. En spanning staat zeker beschreven in dit rapport. En ze geven ook veel concreter nog dan wij konden aan. Wat je daaraan zou moeten doen. Dus ik vind het een heel goed, analytisch goed en ook beleidsmatig, behulpzaam advies. Ja, en Jasper Luckese zei net bij ons, ja, ze sturen werknemers dan eigenlijk de omscholingstrein op. Hè. We zouden dan tot 4 keer moeten wisselen van beroep in onze loopbaan. Maar wat er niet genoemd wordt, volgens Jasper Luckese, is loonsverhoging. Dat ja, sectoren die je wil stimuleren, dat daar het loon gewoon veel hoger moet zijn. Ja, ja, er staan meer dingen in die moeten gebeuren en die ik gemist heb. Maar waar het mij om gaat is dat de trend is helder. Meer productiviteit. Op het moment dat bedrijven meer productiviteit realiseren, kunnen ze ook hogere lonen realiseren. Hè, want zonder productiviteit lukt je dat niet. Dus dat zijn meer allerlei elementen, denk ik, die vanzelf uit vraag-aanbodverhoudingen zullen gaan ontstaan. Dus ja, en zo hier en dan krijg je ook wel de indruk dat ze 4 keer wisselen van banen. Wat mij opvalt is dat bestaande banen ook moeten veranderen. En dan hoef je niet te van naar een andere werkgever of zo, maar dan zou je in je bestaande baan een enorme verandering moeten ondergaan met scholing en transities en wat dan niet. Dus op dat punt kan je een beetje kritiek op dit rapport hebben, maar dat vind ik eigenlijk bijzaken. De hoofdlijn van de richting van beleid die we uit moeten is naar mijn gevoel iets wat eigenlijk in de wereld van de mensen die zich met de arbeidsmarkt voor de toekomst bezighouden eigenlijk al ondersteund wordt. En meneer Borslap, ik heb het idee dat er ook een soort van bijna een soort van verplichting boven dit rapport schemert. Van als je dit echt wil, mensen 4 keer helemaal omscholen naar een andere baan. Ja. Ja, dan zou je dit bijna vanuit werkgevers of vanuit overheden moeten verplichten. Ja, nou 4 keer. Ik weet niet of het mogelijk is om mathematisch dat nu al voor de komende jaren allemaal te bepleiten. Maar dat er een element van dat we de vrijblijvendheid in het voortdurend scholen, dat we dat aanpakken. Dus dat er inderdaad wel wat verplichtingen in het voor de werknemers zijn. En ook voor de werkgevers om dat aan te bieden. In de sfeer van voortdurende scholing om bij te blijven. Dat vind ik eigenlijk nog niet zo gek. Omdat het evident is dat in de dynamiek van de arbeidsmarkt en van de bedrijvigheid van de komende jaren dat gewoon nodig is om aan het werk te blijven. Ja, en Jasper Luckese, ja, dit rapport zegt dus juist in de sector waar nog arbeidsproductiviteit is of nog een beetje groei, daar moeten we werknemers heen sturen. Is dat logisch? Want je kan ook denken, ja, als je dan toch gaat reguleren, dan moet je juist mensen daar plaatsen waar de krapte het grootst is. De zorg, de techniek, ICT. Ja, kijk, uiteindelijk worden we van een hogere arbeidsproductiviteit allemaal beter. Dus op zich is het wel logisch om mensen daar te plaatsen. Wat je ook nog wel zou kunnen doen is even nadenken of we de krapte wel op die manier willen voeden. Kijk, een heel belangrijk deel van de arbeidsvraag in onze economie komt vanuit de overheid zelf. Zorg, onderwijs, et cetera. Dit rapport gaat er eigenlijk gewoon om hoe kun je mensen naar banen krijgen waar de arbeidsproductiviteit wat hoger is. Ja. Hoe kun je ze opleiden? De vraag, wat gaan we nou eigenlijk niet doen in de economie? En hoe gaan we banen zoals die in zorg en onderwijs productiever en effectiever maken? Want dat is uiteindelijk de hamvraag. Ja. Ja. En heb je daar een antwoord op die hamvraag? Nee, ik heb dat antwoord natuurlijk ook niet. Dus dat is makkelijk roepen vanaf de zijlijn, dat is zeker zo. Tegelijkertijd, meer scholing is prima, maar de oplossing zit hem in het effectiever en productiever maken van een hele hoop collectieve voorzieningen die we hebben. Dus zorg en onderwijs en zo. Als je dat krijgt, dan schiet de arbeidsproductiviteit hard omhoog. Maar meneer Borslap, betekent dat dan ook niet dat er in Den Haag gewoon een keuze gemaakt moet worden op welke sectoren wij in Nederland gewoon blijven inzetten? Denk bijvoorbeeld aan de chipsector, Brainport, regio Eindhoven. En welke sectoren gewoon niet productief genoeg zijn. Dus jammer als je daar een bedrijf in wil starten. Dat kan gewoon niet meer. Nou ja, ik weet niet of het woord sturen hier behulpzaam is.
Een overheid kan geen. De overheid in staat is om de werkgelegenheid van de toekomst, precies waar wel en waar niet, om dat te sturen. Het is meer dat de overheid in de publieke randvoorwaarden moet gaan voorzien, waardoor vanzelf hoogproductieve bedrijvigheid meer kans van slagen heeft dan laagproductieve bedrijvigheid. Mm. Dat is ook de lijn van het demografierapport van Ischer. Wat houdt dat dan concreet in? Nou, dat gaat concreet in dat je moet stimuleren dat er veel meer in research en development geïnvesteerd moet worden. We scoren daar echt ook Europees gezien heel erg laag. Dat betekent ook dat je met de sociale partners, bij wijze van spreken, afspraken kunt maken om die scholing meer te verplichten. De overheid zou ook wel, dat sluit ook aan bij dit rapport, het veranderen van de ene baan naar de andere in de regio kunnen faciliteren door die regionale werkcentra waar men hard mee bezig is, meer handen en voeten te geven. Dus je kan een hele hoop doen als overheid, maar denk niet, dat lees ik ook niet in dit rapport, hoor. Dat zie je ook niet terug in Haagse stukken, dat de overheid precies weet, nou daar zijn perspectieven en die sector wel en die sector niet. Het gaat meer om de juiste randvoorwaarden creëren, waardoor vanzelf hogere productieve activiteiten overblijven en de laagproductieve gewoon het loodje zullen leggen. En hoe ziet u dat dan in het licht van deze nieuwe regering die nu gevormd wordt? Sluit dit rapport aan op de plannen? Ja, dat is een probleem. Kijk, dit hoofdlijnenakkoord heeft. Het is terecht dat u die vraag stelt, hoor. Die hoofdlijnenakkoord heeft tal van ambities. En wat ik problematisch vind, is dat ze eigenlijk met geen woord in dat hele hoofdlijnenakkoord reppen over de vraag hoe je al die ambities realiseert. Vooral wat betreft de werknemers die daarvoor nodig zijn. In de sfeer van energietransities, de bouw en de zorg. En het gebrek aan de arbeidsmarktparagraaf breekt zich enorm in dit hoofdlijnenakkoord. Dat staat er gewoon in. Ja. Maar als je dan dit uitlegt. Ja, u valt eventjes weg, maar ik stel dan nog even de vraag. Want het antwoord van de regering is dan, ja, dit is een hoofdlijnenakkoord. Gaan we allemaal uitwerken in het regeerakkoord? Ja, ik vind het. Ah, de verbinding valt helaas even weg. Jasper Luckese, ik stel jou even de vraag. Wat bij mij nog steeds een vraag blijft, ook na dit gesprek. Hoe regel je dat werknemers naar de juiste sector overstappen? Ja, dus. Dit rapport van McKinsey zegt, zorg nou dat bedrijven samenwerken met onderwijsinstellingen, dat werknemers opgeleid worden en dat er ook een soort netwerk is waardoor ze makkelijk naar een andere baan. Maak het mensen makkelijk, zeg maar, breng mensen in aanraking met andere banen. Ze noemen dat het idee een treintje van baanveranderingen, zeg maar. Dat je gewoon. Dat beeld snap ik wel, maar ik snap niet hoe je in die trein stapt. Dus baan opgeleid te worden en tijdens die opleiding ook weer met andere banen en andere perspectieven in aanraking te komen. Tenminste, dat vul ik dan even zo in. Een ander soort van opleiden en dus niet meer opleiden voor banen die er niet zijn. Dat ook. Maar ook, je hebt nu een baan, je wil een andere baan. Je wordt semi-verplicht of niet om je daarvoor op te laten. Om te laten scholen. Terwijl je dat doet, ga je bij andere bedrijven kijken. Als je klaar bent, kunnen die andere bedrijven ook zeggen, kom dan maar bij ons werken. Ja. Grote probleem is natuurlijk wel dat bedrijven prima hun eigen mensen willen opleiden, maar wel hun eigen werk wat ze doen, zeg maar. Hè, als jij als journalist werkt bij BNR, dan gaan ze je bij BNR opleiden om een betere journalist te worden. En niet om ergens communicatiewoordvoerder te worden, waarschijnlijk. Dat hoop ik niet, nee. Nee, maar dat is natuurlijk wel wat je gaat moeten doen als je wilt dat mensen flexibel zijn en opleiden voor andere banen. Ja. Echt ook met werkgevers aan de slag moeten. Die zullen mensen moeten opleiden, niet voor hun werk, maar voor de arbeidsmarkt. Ja, het lijkt mij een enorme klus. Maar dank voor dit gesprek. Jasper Luckese, hoofdredacteur van ESB, en Hans Borslap van het rapport Borslap.